In the mid-90s, I heard for the first time of the Hippies from Hell, a group of friends of hackers and techies. The hippies are part of the international hacker culture. Last year, I got to know them better. Net activists, hardware artists, security experts, puzzlers, and the members of Tools, the Dutch Lockpicking Foundation. Ja, het is begonnen als hobby. Het is echt, het was niet we zijn Access4All begonnen omdat we niet meer via hack het internet op konden. Dat was illegaal. En we zagen wel in dat wij bovenaan, vrij hoog aan de lijst, in de lijst stonden van mensen die daar toch voor in de gevangenis zouden gaan belanden. Waarom dat? Nou, omdat we al jaren het hackertijdschrift Hacktic uitgaven en wij voor intimidatie toch wel de prime target waren. Dus we hadden zoiets van, ja, dit gaat helemaal niet goed. Want we willen toch het net op. Daar gebeuren belangrijke dingen, juist nu. En dan hebben we het over 92. Dus toen hebben we zelf een internetverbinding genomen en zijn we zelf het net op gegaan. The explosion of the internet created the computer generation. My son Zorro is an example. He installed a network in my house. I have a private sysop. During his school period, he was spending all his time behind the computer. Ik heb een periode gehad dat ik er zoveel mee bezig was dat mijn school nog gewoon in de weg stond. Maar dat valt op het moment wel weer mee. Ik deed eigenlijk niks aan school. Ik was bezig met mijn computerdingen. En ja, op school was ik daar ook mee bezig, tot de ergernis van de leraren. Dus wat voor soort dingen deed je dan, waar de leraren van baalden? Ja, het viel eigenlijk allemaal wel mee, maar niks. Gewoon uitvogelen hoe ver je kan gaan, hoe de beveiliging in elkaar zit, maar verder eigenlijk niks. School. Diep in mijn geheugen graven, ja. Ik heb het vooral ervaren als proberen mij te veranderen, mij te breken. Proberen te zorgen dat ik dingen deed waar ik geen zin in had. In plaats van dingen waar ik wel zin in had en wel goed in was. En ook heel erg die, ja, doe nou maar mee, haal nou maar even dat papiertje. Andere mensen vinden het nou eenmaal belangrijk. Terwijl ik daarna eigenlijk nooit meer met dat papiertje iets te maken heb gehad. Nooit meer iemand naar gevraagd heeft. Als ik het zou hebben gehad of niet, het maakt niet uit. Bij ons op school zijn ze heel erg van, computers zijn slecht voor je en je mag het gebruiken voor je school, maar niet om op te spelen. Informatica onderwijs, computers in het onderwijs, dat is allemaal heel, het heeft een hoog truttigheidsgehalte. Je moet vooral met Word kunnen omgaan en Excel. Ja, maar goed, dat is wat het bedrijfsleven nodig heeft. Het bedrijfsleven is niet op zoek naar mensen. Het bedrijfsleven heeft het in Nederland voor het zeggen en die zijn niet op zoek naar mensen die zelfstandig van alles kunnen, die later freelancer kunnen worden of die allerlei leuke dingen kunnen doen. Het bedrijfsleven is vooral op zoek naar mensen die gewoon 6 jaar lang met een kutklusje kunnen zitten en die gewoon hun mond houden en het gewoon doen. Rob Gongrijp was one of the founders of Access4All, the first company in the Netherlands that provided internet access for the general public. In het begin is Access4All begonnen als een
ja, het kwam eigenlijk voor uit de oude Hectic scene. Hectic was een tijdschrift, een tijdschrift voor hackers, waar traditioneel elk nummer stond iets in over hoe je gratis kon bellen. En dan was de PTT probeerde dat gat altijd weer te dichten voordat het uitkwam. En ergens in 94 of 95 hebben ze hadden ze al een netwerk met bulletin board systemen, die vroeger als ze allemaal naar elkaar opbelden. Een soort prikwoorden zijn dat? Ja. En toen hadden ze iets van, dat internet is eigenlijk veel te leuk om alleen voorbehouden te zijn aan grote bedrijven en universiteiten. Want het internet zelf bestaat al sinds midden jaren 60, begin jaren 70 in een wat simpelere vorm. En toen zijn zij begonnen met een verbinding naar volgens mij de Universiteit van Amsterdam. We hebben toen wat publiciteit gemaakt van mensen kunnen inbellen. En dat was helemaal nieuw in Nederland. En dat is toen helemaal storm gaan lopen. De oude Space Invaders. Het leuke van dit spel is bijvoorbeeld, het is groen met wit. Maar het is helemaal geen kleur, maar er zit gewoon een stukje folie over het beeldscherm. Het is gewoon zwart-wit dus. Het is gewoon een zwart-wit spelletje. En, heb je hem opengeschroefd, dat je dat weet? Ja, ik heb hem wel eens van binnen inderdaad gezien. Er zit ook nog een soort van achtergrondje in, maar de blacklight lamp is kapot. Maar dat is nou typisch eigenlijk van wat wij een hek noemen. Van je hebt kleur nodig, dat plak je een stukje folie overheen. Dat is technisch gezien een enorme non-oplossing. Ja, maar het hardware hacken is dit. Ja, hè? Ja, inderdaad. Dit heet hardware. Ja. Hardware hacken slaat op dat het... je hebt dus een stuk elektronica liggen van een computer. En ja, er staat helemaal geen boekje of duidelijk wat of hoe het werkt. En waarom die elektronica zo of zo werkt. En zeker als je gewoon iets met dat apparaat wil doen. Of het wil repareren of het wil anders wil laten gaan. Laten werken. Dan moet je gewoon zonder dat je weet wat of hoe eigenlijk de code van de hardware openbreken. En het anders bouwen. Er zijn bedrijven die daar ook tegen zijn. En daarom heet het ook hacken. Omdat sommige hardware is ook inderdaad beschermd qua layout. En is het helemaal niet de bedoeling dat er gebruikers ingrijpen in de fijne design van het apparaat? Ik heet Mathilde Mupé. En waar staat Mupé voor? Mupé staat voor microprocessor. Het heu was het hacking at the end of the universe. Wat daar al geheel gebeurde was, dus iedereen had de mogelijkheid, en dat was ook duidelijk van tevoren aangekondigd, iedereen had de mogelijkheid om bij zijn tent of haar tent een computer te installeren en op het netwerk van die camping in te pluggen. En vervolgens, althans ja, dat was wel speciaal voor de gelegenheid aangelegd, een netwerk. En vervolgens dan op het internet te gaan. Zelf had ik geen laptop of een portable computer die ik, compacte computer die ik mee kon nemen, alleen een bakbeest. En ik had zoiets van, ja, wat zal ik voor iets gaan doen? En uiteindelijk was mijn oplossing om een turbo mee te nemen en het hele keyboard om te bouwen naar keien. Dus in plaats van dat ik een of andere plastic computer bij me had, had ik daar een soort een soort altaartje gebouwd waar keien in de grond liggen. Dus allemaal plantjes en gras en zo. En iedereen kon dat gebruiken. En door op de keien te slaan had je je internetconnectie. Maar je kon inderdaad werken met het internet? Ja, inderdaad. Ja. Mensen zeggen wat ik erg lief ben en erg aardig. Maar ik denk toch dat iets te ver gaat om mezelf een hippie te noemen. Ik ben wel bij de hippies van hel, dat wel. Wat houdt dat in? Dat is een groep oud computergedienden en nieuwe computergedienden, freaks, specialisten. Eigenlijk iedereen die een beetje autonoom de computer benadert. En ook maatschappelijk ook gewoon hun ogen open houden. Maar er gebeuren ook, er staat ook veel meer op Hippies van Hel. Ik bedoel, het is ook een groep vrienden. Vooral en met wilde feesten. Right.
familie, hoe vind jij de hippies? Via mijn werkgever. En wie is? Access for All. De hippies was toen nog min of meer onderdeel van Access for All. Dus dat, Hoeveel jaar geleden heb je het gehouden? 3,5 of zo. En jij werkt bij Access for All als? Op de helpdesk. Carla van Rijsberger was there from the beginning. Toen ik 15 was, 16, ik woonde in een heel klein dorpje. Ik had vrijwel geen interactie met mensen om me heen. Geen vrienden, geen met familie, niemand om mee te praten en zo. En wij hadden thuis ook geen kranten. En alleen een oude panorama van een oom, die kregen we één keer in de week. En daar, die lees je dan heel gretig, als dat je enige informatie is van buiten. En daar stonden foto's in van hippies die in Amsterdam in het park gingen slapen en op de Dam sliepen. Ik dacht, oh, dat wil ik ook. Ik wil daarbij horen. Ik wil zo'n hippie zijn. Dus daar is ook een beetje de naam van hippies. Daar komt ook een beetje de naam hippies vandaan. Omdat ik graag hippie wilde zijn, heeft erop Hippies from Hell bedacht. Hippies from Hell is de laatste variant, zeg maar, van wat misschien vroeger een beetje bizar heet, de Dutch Hackers, of de Nederlandse hackersbeweging, of Hectic, de mensen die in de jaren, eind jaren 80, tweede helft van de jaren 80, bij elkaar kwamen. En wat doen ze? En, ze zijn bij elkaar. Het is een social club, zeg ik altijd. Het is een gezelligheidsvereniging. Wat ze bindt natuurlijk is een gezamenlijk interesse voor en meestal ook activiteiten in de IT-sector en dan meer in het bijzonder in de, laat ik zeggen, wat donkerdere of cryptischere of ingewikkeldere delen daarvan. Maar ontmoeten ze elkaar ook online? Of hoe? Nou, Hippies from Hell is officieel is het een mailinglijst. En ook een beetje een website, maar die website ligt een beetje op zijn gat op het ogenblik. Het is dus voornamelijk een mailinglijst waar men van gedachten wisselt over heel serieuze en minder serieuze zaken. Daaraan gekoppeld, en misschien wat het aantal leden betreft nog groter, is de partygedeelte. En dat is ook weer iets wat de hippies van hel, oftewel de Nederlandse hackers, bindt, namelijk partyen. Ja, we gaan even goed. At one of these parties, we meet RGB, one of the few Dutch hackers who has been in jail for hacking. We zijn hier met een groep van hackers en ook bekenden van, zeg maar, bekenden van hackers. En dat zijn generaties van vroeger, zeg maar van de jaren 80 en 90. En de generatie van nu. En daar hebben we gewoon organiseren we feesten of zijn feesten voor. Ja, en dit is een van die feesten waar we nu aanwezig zijn. En wat doen jullie dan? Is jullie dan te hacken? Nou, niet direct. Nee, we hebben meer gewoon een uitwisseling van informatie, ook wel. En ook gewoon een hele goede tijd met elkaar hebben en herinneringen ophalen natuurlijk over vroeger. Maar ook gewoon, inderdaad nog informatie, relevante informatie van nu uitwisselen. Toen ik zeg maar 9, 10 jaar was, heb ik een Commodore 64 gekregen. Ik ben eerst met spelletjes aan de gang gegaan. Vanuit die spelletjes ga je leren programmeren. En op een gegeven moment wil je toch je horizon verder verbreden. Welk jaar was dat? Dat was rond 1984, zeg maar. Ben in 73 geboren of zo? 74. 72 ben ik geboren. Dus dan heb je een soort van, je wilt toch iets meer dan wat die computer kan. En dan denk je nou, oké, wat heb je dan? Computerkraken, je leest er wel eens wat over in de krant of zo. Toen heb ik een boek uit de bibliotheek gezocht. Dat is Kraken in Computers van Jan Jacobs. Dat is echt een van de bekendste Nederlandse boeken. En aan de hand daarvan ben ik aan de slag gegaan. En zeg maar binnen 3 maanden had ik toch wel mijn eerste hack echt gepleegd. In principe gaat het
om hoe je de beveiliging kraakt. Ik bedoel, op welke manier jij het systeembeheer of de beveiliger te slim af kan zijn. En dat is eigenlijk de kick. Als je in een systeem komt wat goed beveiligd is, dan is dat gewoon een kick dat je daarin bent geweest. Het gaat niet om die informatie die erin staat, want die is in wezen, dat telde gewoon helemaal niet toen. Het was gewoon het feit dat je erin kwam. En dat je dingen kon doen die andere mensen niet konden doen. Ik bedoel, iemand die daar in het bedrijf werkt, kan bijvoorbeeld één programmaatje uitvoeren. En wij hadden het dan zo gekraakt dat we echt op het systeembeheerderniveau. Wij konden alles met dat systeem. Waar heb je het nu over? Ja, over van alles. Ik bedoel, dan hebben we de ABC-databank, maar ook bijvoorbeeld de Unisys-computers, militaire computers, alles. Ik ben een computernomade. Ik ga van de ene machine naar de andere. En dat zijn er twee soorten, institutionele machines. Ik heb een aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam die niet betaald wordt. Maar ik mag wel van alle faciliteiten gebruik maken. Ik heb ook een kamer en een machine die weer niet van mij in is. En ook niet eens op mijn naam staat, zeg maar in het institutioneel plaatje, maar die ik wel gebruik. En ik doe een beetje hetzelfde bij vrienden die wel genetwerkt en voorzien zijn van machines. Ik ga bij jullie bijvoorbeeld. Zo heb ik er nog twee of drie. Ik beschouw me ten eerste niet als een techneut. En ik heb ook nooit echt de behoefte gehad om dingen uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Dat deed ik als kind al niet. Ik vind veel interessanter wat ermee gedaan wordt. Uiteindelijk werd het resultaat, met name het maatschappelijk resultaat van die activiteiten, dan de activiteit zelf. Every 4 years there is an open-air hacker conference somewhere in Holland. In 2001 it takes place at the campus of the University of Twente. Dat is de camping. Je ziet allemaal tentjes als het goed is. Het is ook lekker weer. Dit is het warmste weekend, heeft het KNMI beloofd, dus dat is het ook. En hier voor zie je de hoofdtent, overal generators. Die hebben we namelijk ook net neergezet. En dit is dus hal 2001. Ik ben Koos van den Hout. En ik ben een van de vrijwilligers voor hal 2001. Ik ga daar me vooral bezighouden met het Switch Network. Want het zorgt dat iedere tent daar een internetaansluiting kan krijgen. Nu hebben we even via IRC. Ik zit altijd op IRC en heel veel overleg over hal gaat via IRC. Dus internet relay chat. En dan kunnen mensen gewoon met elkaar real-time kletsen via de computer. Ik ben Aldert Haasberg en ik zit op dit moment hier te praten met mensen over hal 2001. En waar ben je dan nu? Op dit moment zit ik op een parkbankje in de Pijp in Amsterdam. En hoe kan het dan dat je hier zit te praten met mensen? Kun je het uitleggen? Dit is mijn laptop en die is via een wireless connectie is die verbonden met de internetomgeving bij mij thuis. De meeste communicatie gaat inderdaad via mail of via IRC. Een aantal mensen, die ken je al wat langer, die kom ik ook regelmatig tegen. Je hebt ook mensen die hier wat mee doen. En het prettige van die communicatie is dat het eigenlijk heel snel gaat. Of als ik een belangrijk mailtje langskomt, ik lees ook een privé mail hier. En dan, als er wat komt, kan ik meteen antwoord geven. En daar gaat het eigenlijk allemaal heel vlot. Heel veel mensen zien een hacker echt als een slecht iemand die inbreekt in systemen. Maar oorspronkelijk is hacken meer een manier van werken. Een manier om snel aan de praat te krijgen. En dan vaak op een manier die oorspronkelijk niet zo bedoeld is, maar die ook zo gebruikt kan worden.
wat mensen vaak doen als ze een systeem hebben waar ze gebruikswijze niet van hebben, om wat te proberen. En dan leren ze langzamerhand een beetje het gedrag van het systeem kennen. Maar soms ook gedrag wat de oorspronkelijke maker niet zo bedoeld heeft. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld met dat lockpicken. Nou, de ontwerper van een slot heeft natuurlijk bedoeld dat je het alleen met de sleutel kan doen. Maar als hij het niet heel goed ontworpen heeft, dan kan je het ook met een hoop gepiel. En als je weet hoe het werkt, kan je het met een ijzerdraadje voor elkaar krijgen. Nee, sorry, we gaan. We moeten weg. The Hangout, the clubhouse of the hippies from hell, is also used by Tools, the Lockpickers Foundation. Tonight, there are preparations for the Dutch Championship. 5, 4, 3, 2, 1, 0, start! Open! Het is gewoon een simpel stand. Open! Het zijn gewoon 30 seconden. Open! Ga niet bestaan, niet zo wat. Take this in. Open. 47. 45 seconden. Open. 55 seconden. 54. 54. 1 minuut. Open. 1 minuut 26. Wil je een HPC-hoek hebben? We kunnen het zelf wel even opzoeken op het internet. Waarom stopt dat niet? Dat moet ook stappen in de. Nee, ik krijg hem niet op. 10, 9, 8, 7, 6. Ik ben heel erg geïnteresseerd in security en hoe je daar omheen kunt op manieren wat niet de bedoeling is. En dat kun je doen op het gebied van sloten en dat kun je doen op het gebied van computers. En ja, bij computers is dat hacking. Als je het telefonisch systeem wil omzeilen, is dat freaking. En dit is lockpicking. Dus het, in die zin heeft het iets met elkaar te maken. Het is niet zo dat als je van computers houdt, dat je meteen een lockpicker wordt. Reinout and Mathilde gave Zorro computer lessons when he was 5. Now Reinout gives Mathilde a helping hand for an installation called PowerPong, which will be shown at HAL 2001.
Deze even afplassen. Ik ben hier powerpong aan het bouwen en dat wordt op Hal voor de eerste keer neergezet en is eigenlijk ook speciaal bedoeld voor Hal. Een installatie waar mensen videospel Pong mee met de fiets kunnen bedienen, van stroom kunnen voorzien. Dat is uitdaging 1. En uitdaging 2 is dat ze met de stuur het bedje besturen en dat dan tegen elkaar ook op moeten concurreren. Kennen jullie elkaar dan allemaal via de hippies? Of waar kennen jullie elkaar dan van? Alleen maar van via hier? Alleen maar via hier. Ja, de voor. Martjan, ken jij van de voor? Nee. Alleen de hippielijst. Ja, de feestjes. Telefoon, dat is Henk. En dit is Henk, toch? Ach, dat is Henk. Oké. Ja. Nou, het zal wel meevallen, joh. Hé, maar schat? De hippies bestaan als groep vrienden sinds begin 90er jaren. En dat heeft zich heel erg ontwikkeld in de loop van de tijd. Maar het is heel anders geworden. We waren veel hechter. We waren een hele, in het begin en tot midden 90er jaren waren we een hele hechte groep vrienden. Als er problemen waren, als iemand van die hippies psychische problemen, dan gaf je een feestje en dan probeerde je met z'n allen dat op te lossen. Of je was heel erg lief tegen die persoon en je ging met z'n allen iemands huis verven of iemands huis opknappen. Of iemand in het ziekenhuis opzoeken of iemand in de psychiatrische kliniek opzoeken. En daar ging je met z'n allen heel veel moeite voor doen. Mensen worden ouder. En toen Hectic ontstond, als ik mij niet vergis, in het midden van de 80er jaren, aan de noordkant van Amsterdam, in de Zaanstreek eigenlijk. Toen waren het natuurlijk allemaal heel jonge jongens en ondertussen zijn die jonge jongens zijn professionals geworden op de een of andere manier. Hebben bedrijven opgebouwd, zijn zelfs rijk geworden, sommigen van hun. Toch hebben ze altijd grotendeels, durf ik te zeggen, dezelfde mentaliteit en dezelfde vrijgevochten houding gehouden. En ze blijven, zeg maar, een rebels manier van denken en ook wel van doen op nahouden. Waar zie je dat in terug dan bijvoorbeeld? Ten eerste zien ze elkaar nog allemaal. Heel vaak zie je dat als mensen omhoog gaan, dat ze eerdere vrienden en kennissen gewoon, ja, daar hebben ze niet zoveel meer mee. Ze zetten dat ook daadwerkelijk in de praktijk, in het feit dat toch nog een hele hoop gemeenschappelijke dingen gebeuren. Sommige dingen kosten geld. En dat betalen ze dan. Nou, dat doen ze niet zo moeilijk voor. Nou, conferenties. En, neem bijvoorbeeld die grote hackersconferenties. Die zijn inderdaad onmogelijk. Zonder forse bijdragen van degenen die toch tamelijk veel geld hebben gemaakt. Dus IT-miljonairs uit te zien. Zeg maar IT-miljonairs uit te zien, laten we het inderdaad zo noemen. Jarenlang hadden de hippies van hell een zogenaamde hangout. Het was een voorheen een Turkse koffieshop in Oost. En ja, het was misschien niet zo'n ontzettend mooi ding, maar dat hing wel een prijskaartje aan. Hè. De huur werd betaald door degenen die wat meer geld hadden, zeg maar, dan de anderen. Dat is wel bijzonder. En zo zijn er nog wel veel meer dingen. En de groep is ook vrij divers. Hè. Er zitten opvallend veel vrouwen in. Dat is, sommige zijn begenadigde programmeerders, maar anderen hebben eigenlijk helemaal niets met IT van doen. Nou, daar wordt ook niet op neergekeken. Zijn met een man of 10, 12 zijn we hier
in een loods in Noord, waar iemand een loodje heeft waar die sloopspullen heeft, die dus uit sloopgebouwen komen. En onder andere een hele lading deuren waar de cilinders nog in zitten. Die heeft hij dus uit panden gehaald die tegen de vlakte gingen. Zelf breekt hij ze er altijd uit door ze gewoon hier te pakken en de nek om te draaien en ze gewoon zo uit de deur te trekken. En toen ik dat hoorde had ik zoiets van, nou, misschien mogen wij het sportief doen. En dat mocht. En wat we eruit halen mogen we ook hebben, dus dat is erg vriendelijk van hem. Ja, het is echt een soort puzzel waar je mee bezig bent en het is gewoon de kick om, dan heeft iemand een barrière opgeworpen en dan moet je gewoon even doorheen. En dat moet gewoon open kunnen. Als mensen zeggen dat kan niet open, dan begint het bij mij te kriebelen. Ja, het is naar Duits voorbeeld. Hè. In Duitsland waren mensen enthousiast over dit, maar die zagen al snel dat ze eventueel wettelijk ook in de problemen zouden kunnen komen. Je hebt dus allerlei wetsartikelen als artikel 140, waarin je dus al heel snel een criminele organisatie bent. Nou, deze hobby is misschien wel gemaakt voor artikel 140. Als ik jou leer hoe je moet lockpicken en jij breekt een deur open, dan ben ik medeschuldig aan jouw acties. En daarom hadden ze in Duitsland besloten van, nou, dan doen we het net als een karateclub of een schietsportvereniging. Met reglementen en alles. En als je je niet aan die reglementen houdt of als wij een melding binnenkrijgen van justitie of politie dat mensen zich niet aan de regels houden, ja, dan zijn ze niet meer welkom bij ons op de club. In Germany, lockpicking is very popular. At hacker conferences, lockpickers from all over the world gather to compete in the international championships. In their workshops, they gain new members and spread knowledge of their art. Servus! Wir sind die deutschen Meister. Heute machen wir hier Lockpicking FKK Workshop. Und wieso hast du damit angefangen? Aus Spaß, es freut mich einfach sehr. Es ist einfach ein super geiles Gefühl, wenn du so ein Schloss, du hast es gefilmt, innerhalb von Sekunden aufgeht. Dann ist es ein tolles Gefühl. Wir haben ja natürlich einen großen Verein. Wir sind mittlerweile 435 Mitglieder. Und in unserer Location in Hamburg treffen wir uns einmal wöchentlich. Da bin ich natürlich auch immer dabei. Und da wird dann auch etwas mehr gepickt. Allerdings ist es in Hamburg meistens sehr kalt. Und deswegen können wir da kein FKK-Lockpicking praktizieren. Man friert dann zu sehr. Amen. Goed? Ja. Vet, heb je een muts? Geen. Nou, de grafische rekenmachine die hebben we in de tweede fase dwangmatig moeten aankopen om het leerproces te verbeteren, te beïnvloeden. Het wiskunde en zo, natuurkunde. Het is eigenlijk gewoon een klein computertje. Dus je kan er gewoon maar rekenen, 1 plus 1 bijvoorbeeld, zo. En je kan er ook grafieken mee maken. En dat is het mooie ervan. Je kan het ding dus openschroeven aan de achterkant. En op internet zijn er allemaal van die gebruiksaanwijzingen. En hoe je dat ding zou kunnen hacken of opvoeren zodat hij sneller draait. Bijvoorbeeld op 8 MHz in plaats van 4. En dat hebben wij dus gedaan. En nu draait hij aanzienlijk sneller. De leraren, ja, die weten er eigenlijk niet van dat wij daarmee bezig zijn. Het is meer een soort vrije tijdsbesteding om het computergebruik heen. Gewoon een beetje hacken en wat je ermee kloten, kijken wat je daarmee kan doen. Het is ook heel makkelijk als speakbriefje. Je kan er allemaal makkelijke programma's in zetten die alles voor je uitrekenen. De formules netjes op een rijtje erin zetten, zodat je het allemaal niet uit je hoofd hoeft te leren. Die leraren die zijn natuurlijk hartstikke digibeten, die deden 50 jaar geleden. Die weten ook niet hoe zo'n ding werkt of wat je er allemaal mee zou kunnen doen.
Dus die weten al helemaal niet dat je ermee kan spieken. Of speakbriefjes in zou kunnen stoppen. En die gaan het wel zeker niet controleren. Dat is ook wel een kutwerk voor ze. Ik was zeg maar opgepakt. We hebben 3 dagen vastgezeten en daarna ben ik vrijgelaten. Uiteindelijk is daar geen veroordeling uitgekomen, omdat er nog geen wet was. En het was allemaal moeilijk rond te maken voor hun, zeg maar. De tweede keer ben ik op heterdaad, of semi-heterdaad, ben ik betrapt in de UvA. En toen zat ik daar in een zaal aan een computer te werken. En toen werd ik dus door een systeembeheerder gepakt, zeg maar. Een burgerarrestatie, of hoe noem je dat. En dat was eigenlijk het verhaal. En toen heb ik wel langer vastgezeten. Toen heb ik na een huiszoeking en dergelijke, heb ik 38 dagen vastgezeten. Waarvan 8 dagen in een politiecel en 30 dagen in een huis van bewaring. Je had een sociaal netwerk inmiddels. Waar zijn nog meer mensen uit hetzelfde netwerk, dus andere hackers, opgepakt? Nee, dat is wel... daarna, hun bedoeling was gewoon om... door mijn arrestatie zeg maar een preventieve werking daarvan uit te laten gaan. En ik denk dat dat wel geholpen heeft. Maar in ieder geval in zoverre dat het niet meer openlijk gebeurde zoals het daarvoor gebeurde. Het was een heel, het is helemaal underground gegaan, zeg maar. Het is echt niet zo dat er nu minder gehackt wordt. Het is alleen op een andere manier. Er wordt veel minder van bekend. Ja, omdat mensen geen zin hebben om vast te zitten. Nee, wij brachten een blaadje uit waarin stond wat onveiligheden waren. Welke systemen gekraakt waren en dergelijke. En dat is nu gewoon helemaal niet meer aan de orde. Is daarom hectiek ook gestopt? Uiteindelijk wel. Nou, in Nederland is de houding van justitie valt eigenlijk mee, zeg maar. Het is niet vreselijk repressief zoals in andere landen. Dat komt overigens overeen met het algemeen klimaat in Nederland, dat niet al te repressief is, als je dat vergelijkt met andere landen. Wel is het in Nederland een vrij strenge computercriminaliteitwetgeving in plaats. Die is ingesteld in, als ik mij niet vergis, in 1993. En, er wordt redelijk streng opgelet op zogenaamd misbruik en onrechtmatige daden waar computer en netwerken bij betrokken zijn. Maar er is zeker geen sprake van het soort bijna hysterie die je in andere landen hebt, zoals je van tijd tot tijd hoort in de Verenigde Staten. Tools, the Lockpickers Foundation, has mixed members. Ed, handle Houdini, tells everybody that he works at Fokker. Hoe ben je bij deze vereniging gekomen? Nou, ik heb me altijd wel gefascineerd gevoeld geworden voor sloten. Op een gegeven moment heb ik zelf iets. Coincidentally, someone discovers Ed is a cop after he has been at the club for a year. Before the members have the opportunity to confront Ed, he is on local television. Vergelijking met de andere fietsen die we vroeger hadden, want fietsen doen we al heel lang natuurlijk, is deze fiets veel praktischer en wendbaarder. Je moet zich voorstellen dat een gewone conventionele fiets, die heeft een heel andere behendigheid, een andere draaicirkel. Deze fiets, hier kan je bijna op 2 vierkante meter in de rondte draaien. Dus kun je ook makkelijker boeven vangen? Nou, daar gaat het uiteindelijk om. We worden projectmatig ingezet en de bedoeling is dat we... gericht op, At the next club evening, the members decide to talk with Ed and that he can stay. Everybody is welcome. But Ed directly withdraws his membership. We offered him the chance to explain himself for the camera, but he refused in an email. Ja, maar wij zijn bijvoorbeeld wel een infiltrant tegengekomen tijdens het filmen. Het is wel zo natuurlijk dat de computers zien, de alternatieve of hackers computers zien, in de gaten wordt gehouden. Het in de gaten houden van bepaalde groepen die als gevaarlijk worden afgebeeld, is eigen aan politiediensten om zichzelf in stand te houden en hun bestaan te rechtvaardigen. Wie doet het dan? BVD of zo? Het wordt voor een deel door de BVD gedaan, maar er zijn nu ook speciale eenheden van computercriminaliteitspolitie. Nou, de bedoeling is vandaag om een beetje uit te vinden wie wat wil doen. En als we dan echt
onderwerpen hebben waar echt niemand zich in interesseert, dan gaan wij aan de bel hangen om te zeggen, daar hebben we echt nog wat hulp bij nodig. Uiteindelijk is het een festival dat gemaakt, gecreëerd wordt door de mensen die komen. Wij voorzien alleen de bare necessities. En, nou, dus de hoop is een beetje dat er leven uitkomt en dat mensen ideeën beginnen te ontwikkelen waar wij op in kunnen spelen. Ja, er is een wereldwijd een hackercultuur. Groepen mensen die misschien vroeger ooit ingebroken hebben in computers of zelfs helemaal niet. Maar die zich aangetrokken voelen tot een set idealen die iets te maken heeft met recht op informatievoorziening, toegang tot netwerken. Overheidsinformatie moet toegankelijk zijn, de overheid moet transparanter. Er zit ook een element van kat-en-muisspel, jullie pakken ons toch nooit. Slimmigheidjes, een soort kruising tussen Pietje Bel en een politieke beweging. En die set idealen spreekt mij enorm aan. En daar is wereldwijd staan een beweging omheen gegroeid in de loop der tijd. Ik vind het echt geweldig. Ja, of ik ben ik blij om. En hij is ook, het mooie is, ze hebben zebra vinken, canaries en dus nu een parrot, papegaai. En naarmate de maat toeneemt van de vogel, wordt de vogel ook intelligenter. Can you tell me something about the history of the word hacking? I actually like the way you asked that question. Most people ask, are you a hacker? And I don't think of myself as a hacker per se, because to me, hacking is a pursuit, it's an activity, it's a verb. It is anyone who is intensely involved in the thing they're doing to an extreme amount. If you can hack the theater, right? If you get up in the morning and you go straight to the theater and you start painting sets and rewiring the lights and stuff like that, you're hacking theater. And most people don't. Most people will just do their job, stuff like that. A hacker is someone who's well beyond that, someone who's seriously involved. Fagel, dat is de achternaam. De voornaam? En je voornaam? Zorro. Zorro. Z-O-R. Oh, ik ken jou op. Reken zo met spiegel. Ja, met die jaartallen. Ja, gelukkig. Friends post problems. Ja. Ik heb dingen uit 1980 heb ik zoiets van. Help. I'm just going to do a very quick introduction and say basically hi, and then introduce the keynote speaker, Emmanuel Goldstein, and after that, I'll be back together with Philip Hiddink, and we'll do a sort of run-through of some administrative things involving the conference. But first, without further ado, here's Emmanuel Goldstein, editor of 2600 Magazine. Free speech is under attack in the United States. Internet journalist, radio and filmmaker Eric Corley, also known as Emmanuel Goldstein, is editor of the New York Hacker magazine 2600. I guess the essence was really where we've been going over the last number of years, what has changed in America, why what's happening in America can be considered a threat to the rest of the world as far as freedom on the internet, freedom of speech in general. Globalization, all kinds of things. I tried to wrap as much as possible in a short period of time, but I think basically it's about keeping your eyes open, staying awake, and people here tend to do that by default. FHQ, we hebben nog een zaklamp nodig in de keet S5 voor het geval er wat misgaat vannacht, want er is geen licht. Waarom ben je hier? Om gewoon lekker te kunnen spelen eigenlijk, een beetje het computeren en vooral om gewoon een beetje de boel op te bouwen, dat vind ik heel leuk om te doen. Gewoon lekker rondlopen met een porto en lekker een krimtang en kabels maken. Dat vind ik gewoon zo leuk. Wat is je vak? Ik ben een intern systeembeheerder als beroep. Tegels voor Erik de Brugge. Wat je dus is en dan een min en dan al? Ja, A is zeg maar voor alle zelfbestanden die zeg maar geheim zijn en zichtbaar die je niet mag zien.
Sorry? Gewoon zeg maar bestaande die je niet zomaar mag bekijken. Waar ja, instellingen staan die eigenlijk niet openbaar zijn. Je mag het wel bekijken, maar... Zijn eigenlijk persoonlijk? We hebben nou, eigenlijk over alle velden hier hebben we een glasvezelnetwerk neergelegd. We hebben een gigabit uplink. We hebben 100 megabit naar elke tent en een aantal tenten gigabit. Dus dat is extreem snel netwerk. We hebben over het hele campingterrein hebben ze overigens een wireless netwerk. Daaroverheen kunnen mensen IPsec draaien. Dat wil zeggen dat het op netwerkniveau allemaal versleuteld is, dus veilig. En dan draaien we hier ook nog eens IPv6. Dat is de opvolging eigenlijk van de opvolger van de huidige internetstandaard qua nummering. En dat doen we dan nog eens allemaal tegelijk in 4 dagen. En we hebben nu geloof ik al 2000 computers op het netwerk. En het werkt gewoon allemaal. Er zijn de beste internettechneuten van Nederland zitten hier allemaal bij elkaar. En iedereen op zijn stukje doet gewoon iets wat hij heel spannend en stoer vindt. En het werkt gewoon allemaal tegelijk. Mensen zijn ook dag en nacht bezig. Onze redundante powercenter is op dit moment even niet redundant. Ik zeg, we hebben een cold spare. Ja, we hebben die ook nog. Dus het is nog geen... Komt allemaal goed, toch? Nou, er wordt nu een mannetje uit Apeldoorn gehaald om het op te lossen. Oh, oké. Okay. Dus niks aan de hand dus? Nee. Oké, okay. Nou, dat mag weten. Ja, dit wilde je hebben, dus... Ja. Nou, dat werkt dus. Het werkt. Nou, wat er is, dit is een generator. Die stroom opwekt, maar eigenlijk zijn het er 2. Zodat we, als er 1 uitvalt, dat de ander het over kan pakken. Zodat je altijd stroom hebt op het hoofdkwartier van de netwerkmensen. Nou, de grap is, er is er nu echt 1 stuk. Nou ja, die doet het niet. Maar we hebben die 2, dus alles blijft gewoon doordraaien. Dus we hebben geen enkel probleem. Dat heet redundant. Ja, maar dat, die statistische kans is vrij klein. Open is goed, maar snel open is beter. We zijn hier nu, de komende 3 dagen zijn we per dag met 9 mensen. En dat, is dan, dat zijn dan zeg maar de computerspecialisten. En daarnaast is er nog gewoon uniform toezicht, zoals dat eigenlijk ook bij grotere festiviteiten is. En dat is zeg maar het politiepersoneel van de regio Twente. Ja, want ik heb gehoord dat ze lopen met t-shirts. Daar staat op staatsgevaarlijke anarchisten. En ik hoorde dat u dat gezegd had, dat er staatsgevaarlijke anarchisten rondlopen. Nou, dan ben ik verkeerd geciteerd. Want dat is niet zo. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb die t-shirts trouwens ook nog niet gezien. Mijn beeld van het publiek wat hier komt is dat het merendeel mensen zijn die dezelfde hobby hebben. Die helemaal weg zijn van nieuwe technologie en helemaal los zijn op nieuwe technieken. Veel dus doorlopend in en met computers bezig zijn. During the organization process of HAL, there was obstruction from the police and justice department. Waar ze met z'n allen lol aan beleven. Maar zitten er staatsgevaarlijke anarchisten tussen? Nou, zo zou ik ze niet willen kwalificeren. Dat is mijn beeld van de deelnemers in ieder geval niet. Nee. De universiteit heeft altijd zeg maar, gewoon op het standpunt gestaan dat wij dit festival willen laten doorgaan. En er was natuurlijk wel een eerste reactie vanuit de politie en vanuit justitie van pas op en doe dit niet. En ook toen hebben we gezegd van nou luister eens, laten we dan in een goede discussie gaan op dit punt. En daar zijn we uitgekomen. En ik heb ook het idee dat als je op dit moment zou vragen van de mensen die hier op het terrein rondlopen, dat ze niks raars zien. En ik denk dat ze misschien eerder een heel moeilijk verhaal te vertellen hebben bij een baas van waarom ze hier met zoveel mensen waren het afgelopen weekend. We have to pedal to power the pong game. Yeah. It's bio-energy powered game. And if you pedal a little bit faster, then it gets in expert mode. The butt gets smaller and the ball gets faster. Pedaling much faster doesn't help. It doesn't only help to kill the machine. So you have to just a little bit faster and then you get an expert. And you steer around for bad control. Ik ben naar één workshop geweest, die vond ik eigenlijk best wel alarmerend. Ik ging erheen omdat het meer een beetje overzicht gaf van dingen die ik eigenlijk al wist. Maar je krijgt kippenvel van als alles even tegelijk wordt gezegd. Die workshop heette de Cybercrime Convention. Alle grote staten op de wereld
hebben ze een paar clubjes gevormd, de G8, de WIPO, de Council of Europe. En die zijn nu hun wetgeving proberen ze gelijk te trekken. Hoe cybercrime aan te pakken, hè? Dus de misdaad op het internet en op andere elektronische media en zo aan te pakken. Amerika heeft al een wet aangenomen, de beroemde DMCA, de Digital Millennium Copyright Act. En die verbiedt bijvoorbeeld dat je encryptie kan openbreken. Bijvoorbeeld, er worden nu films uitgebracht met encryptie op een CD-rommetje en dat soort dingen. En zodra je maar gaat proberen dat te onderzoeken, ben je strafbaar in de Verenigde Staten. We're being sued now because we printed a computer program that we didn't even write, didn't even use. And that defeated encryption for another program that supposedly was protected by the Digital Millennium Copyright Act. It's gotten insane. The ways you can be prosecuted by big business in America simply by figuring things out. That's the danger. You know also a lot of people in Holland. What's in common? What's different? Well, in the hacker community, a lot's in common because we all have the creative spirit, the ingenuity, the rebelliousness, and that's something that that we thrive on in the hacker community. In the Netherlands, all society seems to thrive on that, which is great, and that's why this is a mecca for us in the hacker world. We need to get that spirit in a lot more places, especially in the States. We need to wake people up and get them to realize that their voice does matter. The hippies from hell come together in Patrice's Slacker Saloon, the only tent where electronic devices are not allowed. Elsewhere, a few hippies organize a ritual book burning. Hi everybody, thank you for showing up. If you've got any more manuals, please drop them over here. Thanks for coming to the Microsoft manual burning.